Mijn naam is Martine Koopman. Ik ben voorzitter van de Sportraad. En namens de Sportraad van harte welkom bij het eerste sportcafé van Rijswijk. Maar ik heb net gehoord vanuit de geschiedenis dat er 10 jaar geleden ook al een sportcafé geweest is. Toen waren wij formeel nog geen Sportraad, toen bestond het nog niet. Maar toen heeft vanuit de gemeente is er een sportcafé georganiseerd. In een nieuwe samenstelling presenteerde de Rijswijkse Sportraad zich woensdag aan een groot publiek. In sporthal De Altis waren veel sportbestuurders aanwezig om de nieuwe plannen en de nieuwe website te beoordelen. Martine, je bent nu een aantal maanden voorzitter van de Sportraad. Hoe bevalt het je? Ja, heel goed. We zijn echt heel druk bezig geweest de afgelopen maanden om met onze thema's en om als groep daar weer verder in te groeien. Dus hartstikke leuk. Heel veel plannen hè, voor dit jaar op het programma. Jullie, vanwaar het sportcafé, is dat toch weer om de samenwerking nog beter te maken met de verenigingen? Zeker. Kijk, afgelopen jaar is er steeds 1 keer per jaar een groter evenement georganiseerd. Maar we hebben gedacht, ja, zo'n groot evenement is hartstikke leuk, maar je wilt vaker de verbinding en vaker de samenwerking tussen verenigingen stimuleren. En dat kan denk ik heel goed. Ja, je kunt het sportcafé, je kunt het sportbijeenkomst noemen. We hebben voor sportcafé gekozen, want een café, daar komt iedereen samen. Om de komende jaar op allerlei thema's, om daar op in te zoomen en daar weer inhoudelijke bijeenkomsten te organiseren. En vandaag is echt een netwerkborrel om ook weer kennis te maken met de hele Sportraad. De Sportraad is hartstikke, hartstikke gaaf. Werkt echt vanaf 2017 nauw samen met de gemeente. De nieuwe voorzitter Martine Koopman, daar heb ik een kennismaking mee gehad, even 1-op-1 een paar weken geleden. En we hebben daarin ook echt met elkaar afgesproken, laten we die frequentie erin houden, laten we elkaar op de hoogte blijven houden. En ook al denken we niks op de agenda te hebben, laten we dan toch die afspraak eens in het kwartaal laten staan in de agenda, zodat we elkaar gewoon kunnen voeden van informatie. Je bent sportwethouder, waar kijk je zelf verder nog naar uit of wat zijn de uitdagingen? Nou, de uitdagingen zijn denk ik om te kijken hoe de verenigingen het hoofd boven water houden. Het is vanavond al eerder de revue gepasseerd. De energiecrisis die hangt echt wel als een donkere wolk boven het hoofd bij heel veel verenigingen. Tegelijkertijd loopt het vrijwilligersaantal gewoon gigantisch terug. Ouders hebben het druk, die voorheen wel een kantinedienst draaiden. Die moeten de kinderen naar 4, 5 verschillende dingen toebrengen. Ik denk dat dat wel de 2 hoofdzakelijke dingen zijn voor de sportverenigingen waar wij ook als gemeente aandacht voor moeten hebben. En dat met elkaar moeten kijken als er een probleem is, hoe we dat kunnen oplossen. Deze sport zal je wel doen, hè, badminton, want jouw prestaties uit het verleden liggen niet om. Vertel eens. Ja, ik kom er maar niet vanaf. Hè. Het is alweer een tijdje geleden dat ik gestopt ben. In 2012 ben ik al gestopt, dus dat is alweer stiekem 11 jaartjes geleden. Maar dat is inderdaad mijn expertise, ja, badminton. Ja, en nou, de prestatie mag je best even noemen. Ja, 9-voudig Nederlands kampioen en nummer 7 van de wereld geweest. Je zegt het heel bescheiden, maar het is natuurlijk een fantastische prestatie. Maar je speelt nog steeds, hè? Ik probeer Dropshot, mijn clubje, te helpen. Het eerste team. Ik ben invaller, maar ik moet nog best wel vaak invallen. En ik doe ook het eerste team coachen. Je staat hier wel met een andere pet inmiddels, hè? Want je bent verenigingsondersteuner bij Haaglanden Beweegt. Zei je gelijk ja toen dat werd gevraagd? Hoe werkt dat? Ja, kijk, ik wil altijd wel in de sport blijven. Hè. Dat is toch altijd wel mijn ding. En de laatste paar jaren, badminton vind ik heel erg leuk. Maar wat achter de schermen gebeurt in de sportwereld, vind ik ook heel erg leuk. En verenigingsondersteuner is toch heel veel wat er gebeurt achter de schermen. En dat spreekt me heel erg aan.